dat paaltje. Je ziet het ook, hè, de afscheiding. Nou, op woensdag, op donderdagnacht is mijn Kanta gestolen. In wezen is het mijn benenwagen, want ik heb een aandoening aan mijn longen en mijn hart en heb de energie niet om ender te lopen. Dus ik was in bezit van mijn Kanta. En ik kwam aanrijden. Ik had er 's morgens niet eens erg in, dus ik ging met mijn scootmobiel weg. En toevallig ook naar mijn vriendin en we een kopje koffie gedronken en een keer terug. En ik denk, hè? Kanta weg? Ik denk, nou, dat is... En dan heb ik achterhaald, die is 's nachts gestolen. Ik was helemaal over de toeren. Ik kon niet eens het telefoonnummer vinden van de politie. Nou, die heb ik ten eerste gebeld en die zeiden van, dat moet u online doen. Nou, daar heb ik helemaal geen verstand van, dus ik ben maar naar het politiebureau gegaan. En die hebben me reusachtig geholpen. Toen Anna-Marie contact opnam met de verzekering, kwam ze erachter dat de Kanta niet verzekerd was tegen diefstal. En niet alleen Anna-Marie heeft er last van, maar ook haar beste vriendin, die terminaal ziek is, is door de diefstal gedupeerd. Ja, die heeft kanker en daar deed ik eigenlijk alles voor. Ik heb het 3 jaar begeleid naar het ziekenhuis, alle afspraken. En dan gingen we rijden langs de Amstel. En als er een terrasje was, dan had ze de dag van de leven. Dat vond ze zo fijn. Ja, nu moest ik mededelen. Dat kan niet meer. Dat emotioneert je nog het meest? Ja. Anna-Marie noemde de Kanta ook wel haar benenwagen. De enige oplossing om een nieuwe te krijgen is nog wel een eind weg. Sparen, ja. Ze zijn erg duur, hoor. Dat kostte wel 15.000. Nou, of dan maar geen Kanta.